En ik heb het idee dat heel veel mensen, ja, denk ik, vijf, zes, zeven jaar geleden zijn blijven steken. Want ik zou dat ook lastig vinden. Ja. Als ik ineens, wat ik nu bijvoorbeeld 50.000 views op een video haal, dat ik over drie jaar bijvoorbeeld nog maar 20.000 views erop haal. We ben niet achter, we lopen op ons eigen tempo. Nee, we lopen echt achter. Ik begin deze podcast gelijk met een stelling: is YouTube dood? En dat vraag je aan mij. Vraag ik aan jou. Kijk, jij een YouTube-kenner bent, ja, maar jij bent de kijker, nou ja, ik kijk elke dag YouTube, dus uh, hoe voor lang mij kijk je niet. al YouTube? Ja, zoiets van acht jaar of zo, zo kort nog maar. Weet je het zeker? Het is of het is al vijf jaar geleden dat mijn serie is geweest, hè? ja, ik denk wel zo acht jaar, Oh, ja. toch wel, dus ja. daarvoor keek je echt niet. Nee, nee, ik begon pas echt goed YouTube te kijken, denk rond een jaar of uh, 23. dus bijna negen jaar. Waarom moet je dat nou weer zeggen? <laughs> ja, dat is dan toch zo? Ik ben 31. <laughs> Het wordt 32 dit jaar. Maar goed, het is een sentiment wat ik de laatste tijd dus heel veel voorbij zie komen online. Daar ja, waar dan? Nou, bij uh, andere YouTubers. En uh, ook wel in de comments zie ik dat ook wel eens. Dat mensen zeggen, ja, YouTube lijkt echt dood. Ik zag laatst, dat ik een video te kijken. Ik weet even niet meer hoe hij heet. Maar die maakte een video ook over van inderdaad, is YouTube dood? Heel veel YouTubers die, vooral mannen die bijvoorbeeld niet eens meer uploaden... of bijna niet meer uploaden hadden, bijvoorbeeld ook over Calvijn en zo. En toen dacht ik, ja... Dit, dit, dit sentiment hoor ik vaker, ook van mensen om me heen. Uh, mensen die vroeger bijvoorbeeld populair waren. Die zeggen van, ja, YouTube is echt dood, TikTok en uh, dit is veel uh, meer hot. En toen dacht ik, ja, dit is maar net hoe je het bekijkt volgens mij. Want als je kijkt naar YouTube aan zich, is het platform nog nooit zo groot geweest als dat het nu is. Mm -hmm. Oprecht. Als je naar Amerika bijvoorbeeld kijkt... Als je naar de cijfers die bijvoorbeeld de Mr. Haalt of haalt of andere grote kanalen in Amerika. Ja. Die, dat in 24 uur uh, 50 miljoen views, dat was vroeger echt niet. Nee, dus nee. in dat opzicht is het groter geworden. Het in Nederland dus wel kleiner begint te worden. Omdat men meer naar TikTok toeneigt en meer naar Reels en meer naar de kort, korte video's. Ja, omdat het gewoon moeilijker over het algemeen is om views te halen. Ook al heb je dan nog een hele grote uh, abonnee-lijst, zeg maar. Hoe noem ja. je dat? Ja, ja. Ja, vroeger was het zo, je haalde. Het was in ieder geval zo dat de abonnees aantallen vroeger veel meer gelden dan nu. Mm -hmm. Nu kan je met een kanaal met tien abonnees, zou je 100.000 views kunnen ja. halen. Dat is, heeft gewoon te maken met hoe ze het algoritme hebben aangepast. Ja, maar het, het algoritme was ooit toch zo dat als jij uh, een hele grote, uh, uh, ja, hoe zeg je dat nou, uh, heel veel abonnees hebt. Mm -hmm. Uh, dan werd de video heel vaak aangeraden. Nou ja, het was gewoon in je abonnementenbox. Mensen ja. keken in hun abonnementenbox en kijken daar dus niet meer. Het is meer aan aanbevelingen waar ja. mensen naar kijken. Nou ja, wij kijken nog wel een abonnementenbox, toch? Ja, ja. maar ik denk dat we wel een van de weinigen zijn. Als ik ook kijk naar mijn analytics, dan zie ik ook wel dat de abonnementenbox is echt echt ver beneden wat het vroeger was qua hoeveel mensen dan klikken. Dan is het mm. volgens mij iets van 2000 mensen uit de abonnementenbox. Maar dan is het echt iets van 30.000 mensen op ja. uh, aanbevolen. Dus ja. het is, het, dat is heel erg verschilt mm. Maar ik denk dus niet, want dat zie ik dus vaak. Ik denk dus niet dat per se YouTube dood is. Ik zie het in ieder geval bij mij niet. En ik zie het om me heen ook niet echt. Want ja, bij jou we gaat zijn het steeds, alleen maar beter, toch? Ja, dus. ja, beter dan voorheen. Maar het is mm. gewoon anders te naar kijken. Maar wat ik wel interessant vind, is dat wij kijken best wel veel YouTube. Mm -hmm. Eigenlijk dagelijks zetten we, de, zetten we de app aan. En ik heb niet het idee dat het echt dood is. Alleen ik heb het idee dat heel veel mensen, ja, denk vijf, zes, zeven jaar geleden, zijn blijven steken met uh, wat ze maken. Ja. En dat dat misschien niet meer werkt. Dat men steeds op zoek is naar nieuwere dingen, nieuwere impulsen. En als jij gewoon jarenlang hetzelfde blijft maken. En natuurlijk kan het werken, hè? want ik, ik maak met sommige dingen... ook jarenlang hetzelfde, hetzelfde ja. project. Bijvoorbeeld um, uh, een nieuw product uit de supermarkt... is elk jaar hetzelfde. Dat doe ik nu al vijf jaar. Ja, maar is, vier daar, jaar. is daar ook niet iets in veranderd... in de zin van hoe je de video's opmaakt? Uh, het of? wordt altijd wel iets beter, inderdaad. Dat wel, maar... Op een gegeven moment ga je leren, toch? Dat mensen wegklikken als dingen te langdradig zijn bijvoorbeeld. Dus dan, dan pas je het wel een beetje aan. Maar het concept nieuwe producten uit de supermarkt blijft gewoon populair, omdat er altijd nieuwe producten zijn. Ja, ja dat is waar inderdaad. Maar als ik dan kijk naar. Uh, kanalen waar ik vroeger echt dacht van... wow, die hebben veel views, weet je wel. Mm -hmm. Dat lijkt me echt tof om ooit te bereiken. Of die zie ik wel allemaal, omdat ze zijn blijven steken... naar beneden. Naar, nou, niet per se naar beneden aan het gaan, maar het blijft heel steady. Mm -hmm. En de groei zit er niet echt meer in. En ik denk dat dat het verschil is... waardoor sommige mensen denken, bijvoorbeeld... YouTube is dood, is dat die groei die zij vroeger doormaakten... niet ja. meer echt erin zit. Omdat de content die ze maken blijft steken. Ja, misschien is het dan niet per se dood, maar... Voor het gevoel wel, omdat je altijd hoopt te groeien. Ja. Het is natuurlijk een soort carrière wat je hebt. Mm -hmm. Het is gewoon werk. Um dus dan verwacht je ook dat er een bepaalde groei in zit. En dan zat al jarenlang bijvoorbeeld op hetzelfde aantal views, hetzelfde aantal abonnees blijft haken. Dan heb je misschien het idee van: ja, waar doe ik het dan voor? Ja, en, en dan heb je een andere platform zoals TikTok, waar je ziet dat, ja. dat je veel snel mm -hmm. uh, volgers erbij krijgt. Het is ook verslavend, uh, lijkt mij. Is ook verslavend. En ik kan me heel goed voorstellen dat het heel demotiverend werkt. Dat als jij na uh, een jaar bijvoorbeeld geen video's meer hebt geüpload en, uh, en je hebt bijvoorbeeld 200.000 abonnees en je uploadt iets en je en je krijgt mee ineens maar uh, 3000 views... terwijl je vroeger misschien 40.000 views op een ja. video... of 80.000 views op een video kreeg... dan werkt dat demotiverend. Maar dat betekent niet dat een platform waar je dus upload... Uh, uh, dood is, maar dat het veranderd is. En ik denk dat die verandering best wel lastig is. Ik vind dat soms zelf ook lastig. Ja. Maar je ziet het wel, want wij kijken bijvoorbeeld... wij kijken elke dag Gio, mm -hmm. bijvoorbeeld. Al vijf jaar lang. Hoewel die er zelf niet zoveel over zegt... Uh, uh, maar soms als laat doorschemeren vindt hij het wel lastig. Dat bijvoorbeeld, hij ooit volgens mij begon, denk ik, met 300, 400, 100.000 views. Volgens mij 400, 500. Hè? Ja, dat zelfs. En dat het nu naar 100.000. Of nou ja, tussen de 100.000 en 200.000 is. Mm -hmm. Wat op zich nog steeds superveel is, weet je wel, als je dat dagelijks ja, haalt. Dat is echt onwijs is, veel nog steeds. Ja, dat is echt veel. Maar je, je merkt althans, ik denk te merken dat hij dat wel lastig vindt. En dat mm -hmm. begrijp ik ook echt goed. Want ik zou dat ook lastig vinden ja. als ik ineens, wat ik nu bijvoorbeeld 50.000 views op een video haal, dat ik over drie jaar bijvoorbeeld nog maar 20.000 views erop haal. Ja. Ergens meet je je succes toch af, denk ik aan of het een, cijfers, stijgende, of het een stijgende, lijn stijgende lijn is, ja, want als je dat nu ook bekijkt, uh, heel veel kanalen zijn natuurlijk echt gigantisch gegroeid in de periode de COVID-periode, terwijl mm. allemaal uh, uh, ja, veel al thuis, thuis zaten ja. en minder buiten de deur deden. Toen uh, zijn heel veel mensen YouTube, YouTube gaan kijken. Ja. Ze raak je ook gewend aan een bepaald soort aantal. Uh, het gaat hartstikke goed, stijgende lijn. En uh, dat is volgens mij echt flink gedaald ook wel uh, nu weer. Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat men anders kijkt. En ik denk dat, dat, dat het wel heel interessant is waar YouTube naartoe gaat. Want als je wil kijken waar YouTube naartoe gaat, dan moet je vaak in, in Amerika kijken. En ik mm -hmm. kijk best wel in Amerika, laat ook wel eens dingen aan jou zien. Afgelopen jaren is er heel erg een ding geweest van schreeuwerige mannen. Eh, yeah. eh, vooral mannen trouwens, die schreeuwen tegen de camera. En heel kort dat hele retention achter, ja, dat je de, moet de tijd moet kijken. En heel erg gepompt van, oké, okay, shot, 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 uh, shot. Ja, YouTube speelt tegenwoordig, nou al een tijdje, speelt hij automatische video af als je mm. eroverheen gaat. Nee. En dan heb ik ongeluk wel eens dat ik op een Mr. Beast video <laughs> sta, omdat jij dat leuk vindt om te kijken. Ja, vind sommigen ook wel leuk. En is het opeens... Wordt er zo geschild als een... Uh, als een in als een, jackal, inderdaad. In, uh, in, uh, nou, in je face. en denk ik echt van, oh, snel, weg, weg. Ik vind dat echt, echt verschrikkelijk. Je hebt een Mr. Beast. Ik wil hem even uitleggen, als je hem niet kent, hij maakt video's over... Ja, uh, eigenlijk heel vaak met geld dat hij weggeeft aan, aan mm -hmm. de kijkers. Dan hij verpaalt uh, de of um, uh, zoals de Squid Games heeft hij helemaal nagevouwd. Ja. Maar dat doet hij dan wel echt op een hele hoge kwaliteit. Ja, het is echt uh, larger than life. Het is echt ja, supergroot super, en echt ja. insane. Ik denk nog nooit zo gedaan op YouTube. Mm -hmm. of, of op tv zelfs, op de, deze ja. schaal vind ik soms wat hij mm -hmm. doet. Nou, dat heb je dan. Uh, en daar zijn heel veel, heel veel, heel veel copycats van gekomen. Mm -hmm. Maar echt heel veel mensen die de thumbnails naderen die de... Uh, 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 nou letterlijk de structuur van de video deden dus ook dat schreeuwige en uh, bijna echt een kopie en ik denk dat het de afgelopen drie jaar echt super populair is geweest. Mm -hmm. Interessant is dat uh, in diezelfde tijd op een gegeven moment een Ryan Train opkwam en ja. ik weet niet die is in Nederland denk ik wat minder bekend. Zoals... Ryan Train kun je een beetje vergelijken met uh, bijvoorbeeld Max Forstok, die is best wel bekend. Ja, die is misschien wel wat bekender, maar dat zijn dat zijn YouTubers die meer teruggaan naar de basis van wat YouTube ooit was. Maar wel met een soort van Mr. Beast-achtige insteek om, om een bijzondere video ervan te maken, maar dan op een laagdrempelige manier. Mm -hmm. En dat zie ik wel de laatste tijd steeds meer opkomen, is vooral dat video's uh, weer laagdrempeliger geworden. Dus waar de drie jaar geleden echt de productie steeds hoger werd. Waardoor dus mensen video's als een normale vlog minder begonnen te kijken. Omdat ze dachten, oh, dat vinden wij we allemaal wel leuk. Werd dat anderen ook minder aangeraden. Maar wat de laatste tijd juist wel heel erg leuk is om te zien, is dat juist de vlogs en juist de wat meer leedback-achtige video's die met een grappige inslag en die niet te overgeëdited zijn en zo. En dat het wat meer op de persoon weer begint te komen. Nou ja, dat gevoel. Ik heb het gevoel dat um, bijvoorbeeld een bepaalde um, platforms zoals bijvoorbeeld Instagram, mm -hmm. daar heb je ook al fases gehad. Ja. Van hele gelikte foto's naar uh, onbewerkte foto's. Um, ja, van, van echt mooi in elkaar gezette filmpjes naar uh, schuddend met je telefoon ergens doorheen rennen. Ja. Uh, heel veel dingen zijn, uh, uh, zijn in fases populair. Hm. Zoals Instagram natuurlijk ook heel lang, dat weet ik nog wel. fotografie en uh, wat geweest. Waar dat, dat heel goed op deed. Ja. En uh, ik keek daar ook veel voor op fotografie. Ik heb zelf ook volgens mij een tijdje fotografie geplaatst. Hm. Maar dat is nu dan bijvoorbeeld... krijgt dat bijna geen aandacht meer. Nee. Uh, waardoor ze zelfs weer een nieuwe platform opgericht hebben. Geprobeerd tenminste. Vera hoeft niet. Ja, volgens mij ja, ja, wel, ja. ja, ja. ja. Ik vind het altijd wel grappig als er dan zo'n nieuw platform uit de grond wordt gestampt... dat iedereen als eerste erbij wil zijn. Of zo ja, dat ze vast kunnen Nee, maar ook zo'n zo badge of wat dan ook ah, ja. op een profiel hebben staan van... Uh, ja. ja, dat is altijd wel al hilarisch, toch? Ja, ja, ja. Dat is toch ook, waar was dat nou ook mee? Threads, toch? Threads, maar ook Kreeg met... Dat je met, toch ook een toch ook soort label? Uh, je, ja. Maar oh, klopt. Ja, maar ook met uh, je had in de COVID-periode toch zo'n Clubhouse of zo. Uh, oh ja. Dat was ook nog zo'n app die ook. Uh, maar dat helemaal vond ik nou, werd. dat was voor mij dat triggerde me op een verkeerde manier. Ja, dat is een soort dat je van. Dat er echt horen. Ja, precies. Dat vond ik ook echt <laughs> ja. inderdaad. Want het werd je ook zo... uitgenodigd worden of zo. Uh, dat was inderdaad een platform gebouwd op dat je mensen kent. Of dat je inderdaad populair bent. En yeah. dat je dan wordt uitgenodigd. En dat is iets wat ik denk dat ook de, laatste, de komende jaren gaat veranderen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld in YouTube, uh, heb je natuurlijk mensen die. Uh, nou, met geld smijten mm -hmm. en uh, heel erg laten zien van, kijk, mijn li lifestyle en dat soort dingen. Ja, de mensen die eigenlijk ook al uh, uh, een beetje succes en populariteit sowieso hebben buiten YouTube. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk lang een tijd uh, populair geweest. Of misschien nog steeds wel populair. Uh, ik vond juist het internet eigenlijk altijd een plek voor de mensen die niet in de echte wereld yeah. een populaire plek kon Ja, maar bemachtigen. dat is toch ook zo. De meeste YouTubers zijn toch juist een beetje de shy. Personen ja, maar in een tij het tij echt. Niet, hè? Tij, tij ja, maar in het echt wel hoor. Ik heb er zoveel ontmoet. De meesten zijn echt heel shy. Oh, ja, dat zie je dan misschien niet. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar een Mr. Beast of een... Uh, of je, ja, je hebt soms van die... Uh, maar Mr. Beast is wel echt een buitencategorie. Omdat die Dat is echt een nerd die, die is gewoon tien jaar alleen maar op YouTube... elke ja. dag alleen maar gaan kijken van ja. wat werkt, wat dit en zo. Maar wij kijken bijvoorbeeld ook wel eens naar YouTubers. En dan, dan vind ik het gewoon vanaf het beeld af al een kwal. Ik <laughs> ja. kan er natuurlijk weinig over zeggen of het nou echt zo is. Maar bijvoorbeeld uh, YouTuber, ik denk dat hij Eric heet. Ja. Er worden nu heel veel video's over gemaakt hoe die allemaal dingen nep doet en zo. Ja, ja. Maar ik kan me alleen al voorstellen dat dat een man is die dan in het echt ook gewoon mega populair is. Yeah. En op school gewoon uh, super populair is geweest. Weet ik niet of dat nou echt zo iemand was nee? die echt super populair was. Ik ben trouwens wel benieuwd of we nou namen noemen die mensen kennen of niet. Want ik heb het idee dat de namen die wij noemen, dat het echt kijkers, dat onze kijkers dat echt helemaal niet weten wie dat dan nee, was. Maar zijn. misschien is dat niet echt het genre ook. Weer. Nee. Want als je dit leuk vindt om te luisteren, dan, dan neem ik aan, eigenlijk dat dat ook helemaal je genre niet is om nee. te kijken. Maar wij vinden dat dan wel grappig, omdat soms wel. Ja, ik probeer altijd een beetje inspiratie ook zelf uit te ja, halen. Ja, het is ook altijd wel leuk om te zien wat het, dan, wat het daar dan uh, in, in een land als Amerika goed doet. Omdat ze zeggen dat wij daar uiteindelijk even met ook naartoe gaan. Toe. Wij lopen altijd een beetje achter. En wat ik dus, wat ik dus heel leuk vind. Ja, we lopen niet achter, we lopen ons op ons eigen tempo. Nee, we lopen echt achter met sommige dingen. Ik vind Engeland achterlopen, nee gaan... <laughs> Dat Was Max Force juist. Ja, nee. die. Vroeger keek ik was programma's ja. en dan was een Engels programma en dan zei ik al tegen moeder van zo wanneer is dit opgenomen dan twintig jaar geleden en nee die, die mensen. <laughs> die dan Gewoon qua kleding en alles gewoon. Ja, maar ook hoe uh... het is opgenomen soms hoor. Ja. Sommige landen denk je, oké. Okay. Ja. Maar. Wat ik dus wel grappig vind op te zien... want dus de afgelopen jaren... en ik, ik, ik weet niet... ik heb daar zelf nooit zo heel veel hekel aan gehad... maar ik zie wel het sentiment in mijn comments en zo... is uh, dat mensen fijn vinden dat wij zo normaal zijn... dat we gewoon een normaal leven hebben en zo. Mm -hmm. En dat mensen een beetje klaar zijn met dat... heel erg van uh, kijk mij een cool leven hebben... kijk mij poppen yeah. uh, en dat soort shit. Maar ik zie dus heel erg in Amerika... dat dat ook echt een shift aan het maken is. In Amerika is het dus helemaal niet meer zo heel populair... om dat te doen. Natuurlijk, er zijn altijd kanalen... en er zullen altijd kanalen blijven die dat doen. En ik denk dat uh, ook dat hele extreme uh, voorbeeld van Mr Beast die heel heel groot en larger than life is. Dat zal blijven bestaan, want dat is een soort van genre geworden. Mm -hmm. Maar ik zie wel dat bijvoorbeeld vlogs over uh, mensen die wat meer cinematografisch bezig zijn. We kijken best wel wat vlogs over van, van bijvoorbeeld die ene meid die in denk ik in Noorwegen. Nee, wat waar woont zij? Ik heb eigenlijk geen idee. Canada of zo. Ja, Canada wel, denk ja. ik. Nou, dat is uh, een, uh, een vrouw die uh, woont in een tiny house en die woont midden in de bossen. Mm -hmm. En die maakt hele mooie cinematografische video's. Ik zal trouwens alle, alle mensen die ik hierin noem even in de beschrijving linken, zodat je het kan zien. Maar deze meid, nou ja, echt, die maakt video's qua, qua, qua shots en ja, hoe ze het bij aan te elkaar. Dromen, dat is echt om aan weg te dromen, maar ook dat ze het mooi uh, narrate, noem je dat? Hoe noem je dat in ja, Nederlands? Ja, dat is eigenlijk een hele mooie narration. afwisseling van uh, inderdaad over de over het beeld heen praten, toch? Ja, ja, ja precies om het een soort te van zeggen, en 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 beelden van dat ze echt praat in in beeld, dus. Ik vind dat, dat eigenlijk een perfecte afwisseling. Ja, en Want hebt... soms heb je het idee van dat je er dan niet helemaal bij je bent als iemand over beeld aan het praten is. Mm. Maar hoe zij het dan afwisselt met dat stuk... dat ze er wel gewoon uh, echt in beeld praat, dan is het perfect. Uh... En het is allemaal een soort van slow TV. Dus je, je kijkt uh, mee in het leven van iemand die gewoon een normaal bestaan... Tenminste, nou, een normaal het is, bestaan dan... ze, ze zit midden in ja. een bos en het ja. is niet heel normaal. Maar het is wel. Het is niet heel erg pocherig. Het is juist mm -hmm. heel erg down to earth. Uh, ja, dat soort video's zou je eigenlijk helemaal niet kunnen maken over bijvoorbeeld een luxe levensstijl. Nee. Als je dan zegt van op maandagochtend stap ik in mijn Ferrari ja. en rijd ik een rondje langs Venice Beach. <laughs> ja, dat ga ik ga ga even een haverkapje drinken. <laughs> dat ga je denk ik niet aan maken. De beach. Nee, klopt. Dat ga je denk ik niet kunnen maken met zo'n levensstijl. Dus het is echt wel ook weer een bepaald soort uh, ja, uh, iets wat mensen toch ook ergens wel ambiëren, de ja. rust, denk ik, en, ja, en wat de, ik de natuur. En wat ik ook heel leuk vind, is om te zien... want ik kijk dan meer dingen die jij niet kijkt... Mm -hmm. uh, van creators die dus best wel jong zijn, begin twintig... wanneer je dus nog niet zoveel geld nodig hebt... en dat je gewoon nog wat uh, een relaxer leven hebt in tuss tussen aanhalingstekens... die aan het experimenteren zijn met video's. Ook op die manier, ook best wel cinematografisch... maar mm -hmm. dan met gekke grapjes erin, uh, bijvoorbeeld een gozer... Colbin of zo heet hij. En die woont in New York. Moet, is best wel duur. Dus die moet wel geld verdienen. Maar die heeft dan bijvoorbeeld uh, in zijn vlogs laat hij ineens. Uh, dan is hij iets aan het vertellen en dan laat hij ineens uit de uh, uh, prullenbak laat hij uh, grover omhoog komen. Of weet hij. Die, die, die van uh, de Muppets. Dan doet hij echt zo'n soort van handpop uit dingen ja. die dan ineens be tegen begint te praten. Terwijl het een normale vlog is. En dan, gaat die, mm -hmm. dan duikt hij mee de, de prullenbak in en zo. Ja. En dan, dan filmt hij dat dan weer natuurlijk binnen en zo. Maar mm -hmm. Het is echt een soort van. Op een creatieve manier een ander soort verhaal vertellen. En dat is dan weer een, ja. op een andere manier dan dat ik net bedoelde met. Ik, het... Ja, ik krijg het idee, correct me if I'm wrong, ik yeah. even in American terms te blijven. Dat in Amerika uh, veel uh, weer, meer weer wordt gewaardeerd. Dat je een bepaald soort uniek talent hebt. Ja, precies. Dat dus inderdaad. met filmen. Dat een uniek talent geld is. Ja, en, en er is dus ook een man, misschien weet jij zijn naam wel, die maakt nummertjes van dingen die hij ziet. Muziek? Die, oh, je die ook met, uh, met Ryan. Uh, ja. Ja, ik weet even ook niet hoe hij heet. Ik ga ze allemaal linken, want ik ben allemaal ja. op, al geabonneerd, maar ik moet het even. Dus ga naar de beschrijving toe. Dan kan je alle video's waar ik het over heb, kan je zien. En de, de creators. Ja, ja. Uh, maar hij kan dan bijvoorbeeld uh, kan goed teksten schrijven, op een grappige manier nummers maken. Mm. En dan heb je mensen die heel goed kunnen filmen, mensen die goed kunnen bakken. Of een unieke leefstijl hebben. Dat ze bijvoorbeeld hun eigen producten maken en alles. Ik kijk bijvoorbeeld een, uh, uh, een vrouw. McKenna? Ja. Is dat XO McKenna? Nou ja, die kan je ook wel even opzoeken. Mm. En die verbouwt haar huis, maar ze doet heel veel dingen zelf. Ja. Echt heel veel dingen. Dus de keukenkastjes, dan maakt ze zelf van hout... en uh, zet ze allemaal in elkaar. En de ja, twinkers heeft laatst een eigen uh, kaarsenlijn uitgebracht... en heeft ze de hele kaars getekend en zo. Ik vind dat, dat is allemaal zo inspirerend om te zien. En ik heb het idee dat dat veel meer gewaardeerd weer gaat worden... is in plaats van een hoop gesmijt met geld en... Um, Pranks of uh, dat soort dingen. Dus ook ja, allemaal... of kijk mij uh, de grootste, gekste dingen uithalen. Ik denk dat het een klein beetje teruggaat... omdat misschien het leven van ons ook teruggaat naar een wat simpelere... Weet ja. je, COVID-periode is natuurlijk zo'n rare periode geweest... waarin mensen we misschien mensen behoefte allemaal hadden ja, aan... is noemen ze dat in het ja. Engels, ja. En misschien hebben we nu veel meer behoefte aan weer relatable... weer het uh, normalere leven, maar ook... Waar uh, YouTube ooit mee begon. Hè? Yeah. Ik zie ook best wel wat creators die gewoon alleen maar zo voor de camera zitten en dus uh, over dingen vertellen. Yeah. Helemaal uh, totaal niet heftig geëdit of zo, maar die het over onderwerpen hebben waar mensen het over willen hebben. Yeah. Net zoals dat deze podcast. Uh, elke aflevering boven de 10.000 uh, weergaves. Of met ook streams erbij krijgt en zo. Dat, is, dat zegt ook genoeg, weet je wel. Dat hadden we dat had ik. Tien jaar geleden echt niet gedacht dat ik gewoon een rustige video kon maken. Mm -hmm. Dat mensen dat leuk vonden om te kijken. Ik ben trouwens wel benieuwd als je deze podcast kijkt waarom je dit dan fijn vindt. Wat, wat is de aantrekkingskracht daarin? Ik ben er we wel benieuwd naar. Uh, omdat ik zelf ook wel zie dat ik het fijn vind om soms uh, naar gewoon rustige content te kijken. Wij kijken nu bijvoorbeeld naar een kanaal, wat een man is die door allemaal Franse dorpen heen loopt ja. met een camera. <laughs> en dat zetten we aan en dan kijken we dan gewoon even rustig naar. Terwijl we misschien nog even met elkaar zitten te praten of zo. Mm -hmm. Of we hebben uh, een, uh, een DJ-duo, uh, een vrouw en een man uit uh, Luxemburg. Oh ja, geweldig. Uh, flavor Trip. We hebben het al een keer ja. over gehad, inderdaad. Ja. Die eten aan het bereiden zijn en een, een house mix aan het maken zijn in ergens Zuid-Europa uh, met een mooi zonnetje en zo. En dat is gewoon relax relaxed naar te kijken. Het duurt 2,5 uur. Maar wij kijken hem helemaal uit. We hebben ze bijna allemaal maar helemaal Even uitgekeken. Al, ja. <laughs> maar op een of andere manier, ik zie in Amerika bijvoorbeeld is er ook een, een, een kanaal wat heel groot is geworden. Dat is een bodybuilder. Die uh, doet alleen maar heel erg relaxed zijn video's, filmen. Soms zit hij twintig minuten in de, in de auto. Wordt gewoon miljoenen keren bekeken. Het? Ja, Sam Sulek heet hij juist. Laatst kwam hij ook omhoog toen. dacht je van, wie is dit? Zij ook toen tegen me. Dat oh, nee. was een gast met uh, een petje op en lang haar. En echt heel breed. Maar die filmt zijn video's gewoon dat hij naar de gym gaat. En heeft over hele normale onderwerpen. Gewoon heel relaxed oh, en yeah. zo. Wordt miljoenen keren bekeken. Maar ik denk dus dat echt mensen meer uh, terug willen naar uh, relatable. Maar ja. het, 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 wel een bepaald soort... Um, ook wel een bepaald soort creativiteit daarin verwachten zou dat in zekere zin ook niet komen doordat uh, het, het bijvoorbeeld de problemen uh, die wij hier bijvoorbeeld ervaren de huizen, ja, moeite ja. met een huis krijgen dat mensen het fijn vinden het uh, fijn vinden om te kijken naar mensen die dezelfde soort problemen ervaren ja dat maar ik denk ook dat ze het fijn vinden om even te ontsnappen aan hun eigen werkelijkheid maar dan niet iets te zien wat uh, per se heel anders is maar wel even net anders is dus ja. Want ik zie ook wel dat als je het alleen maar over wat moeilijke onderwerpen hebt, dat mensen dat ook op een gegeven moment een beetje zat zijn. Ja, dat lijkt mij eigenlijk ook wel. ja. Je wilt toch een beetje. Um, ik denk dat het dat de sweet spot zit. En ik weet niet of dat of dat altijd zo zal blijven. Maar ik denk dat het is uh, uh, gewoon een normaal leven te zien met een kleine twist eraan. Ja, dus wel iets waarvan jij bijvoorbeeld gemotiveerd of geïnspireerd raakt. Ja. Of toch nog een beetje het idee hebt dat uh, ja, ik kijk bijvoorbeeld veel, veel. Dingen waar, die ik zelf niet van plan ben om te doen. Ja. Uh, omdat ik het dan leuk vind om te zien dat een ander het wel uitvoert. Mm -hmm. um, maar Heb jij bijvoorbeeld, als jij bepaalde uh, YouTubers kijkt die veel geld hebben... dat je zoiets voelt van, vind ik onprettig of, of had ik het maar... of nee, dat afgunst of zoiets dergelijks? Ja, dus ik vind dat zelf, dat heb ik dus helemaal niet. Ik heb daar ook minder moeite mee. Ja, ik vind het juist wel leuk om te kijken wat mensen. Wij zeggen altijd van wat doet de andere helft? Ja, toch? ik vind het juist wel leuk en grappig om soms te zien, maar ik snap ook dat het je kan irriteren hè, als je zelf in de problemen zit. Mm -hmm. uh, maar ik vind het juist wel grappig om te zien mensen die dus die problemen helemaal niet ervaren, waar die dan mee zitten. Ja, en hoe ze ook uh, tegen het leven soms aankijken. En dat je dan soms denkt van hè? Ja, uh, Okay. Ja, dat vind ik wel grappig, maar eigenlijk ook wel omdat iedereen heeft problemen. Ja. Uh, en en uh, als bijvoorbeeld je grootste probleem is op zo'n moment, uh, uh, nou bijvoorbeeld uh, dat je een bepaalde tegel aan het uitzoeken bent voor de badkamer, maar het lukt niet. Ik vind dat juist wel grappig om te zien, want ja. je dan um, ja omdat je eigenlijk altijd ziet dat iedereen altijd wel ergens weer bezig is en ergens er druk maakt. Het maakt, niet, het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Of iedereen nou heeft, een, heeft ergens eenzelfde um, struggle. Ja, top. of het nou om een, uh, een tegel uh, gaat. Of uh, dat je in een studio zit en er niet uitkomt dat je te weinig geld weet wat. Hmm. Iedereen heeft zijn problemen. Uh, en voor iedereen is dat op dat moment hetgene wat speelt. Yeah. En dat vind ik juist zo grappig om te zien. Ja, je moet het misschien niet gaan kijken als je een hele. Uh, um, in zo'n bui ben van uh, wat is mijn leven verschrikkelijk... en ja. dan naar mensen gaan kijken die het allemaal geweldig hebben. Ik wil trouwens nog één dingetje toevoegen... aan het hele gebeuren van YouTube is dood. Ik, ik begrijp wel bijvoorbeeld waarom uh, veel creators en uh, influencers... naar andere platforms neigen omdat daar het meeste geld zit. En mm -hmm. uiteindelijk als ZZP'er moet je daar ook wel gewoon naar kijken. YouTube is op dit moment lastig om geld te verdienen omdat de meeste bedrijven, en dat merk ik zelf ook, vaak op Instagram en op TikTok willen promoten. Omdat het allemaal vluchtig en snel is. YouTube is een moeilijker platform in dat opzicht. Want ze hebben dat vaak niet echt in de vingers. Ze kunnen het niet, uh, uh, ja, je moet echt erin zitten om het te begrijpen ergens. Je moet het echt kijken. Ja. En hoewel iedereen YouTube kent, denkt dat uh, het, het, uh, het, het, dat heel veel accounts, het, of heel veel bedrijven het lastig vinden van hoe doen we dat dan? Hoe gaan we daarmee aan YouTube de YouTube is volgens mij ook minder goed meetbaar, hè? Wat ja. iets doet. Hoeveel mensen er doorklikken, hoeveel mensen iets kopen. Ja, en dat is natuurlijk bij een TikTok en een, en een Instagram een stuk makkelijker. Mm -hmm. is een stuk meer meetbaarder geworden. Dus ik denk dat dat wel een deel is, en ik zie het zelf ook al, hè, aan de webshop, als ik iets op Instagram deel, daar halen we veel meer verkopen uit dan uit YouTube. Terwijl mm -hmm. Iedereen die op Instagram zit, kent me van YouTube, dus ja, het is, het is maar, een soort van wisselwerking. Ik denk ook omdat uh, grotendeels van de kijkers, volgens mij, iets van 40 of 50 procent kijkt op TV, ja, of is het meer? ondertussen? Dat is nu uh, nee, voor mij is het nu 40 procent. 40 procent kijkt ja, over de op hele TV. wereld, ja, en ik kijk ook grotendeels eigenlijk alles op TV. Ja. Ik ga ook niet zo heel erg snel naar een website toe. Daarom zie je nu steeds meer QR-codes in beeld verschijnen. Hé, hey, dat is een goede inderdaad, ja. Dus als je nu naar de webshop wil. Klik de QR. Dan gaan wij nu door naar het snackje van de week. Dus deze topper. Is een uh, old school. Een old school. Het is de Twix oh, top. Ik, sorry, ik moest even kijken waar ik naar, naar. Even focussen waar ik naar moest kijken van de drie uh, lenzen die op. Ja, we hebben staan. drie lenzen. <laughs> maar de, de, de Twix top. Ik wist ja. niet dat die top heette. Wist je dat? Nee, ik zat net te kijken. Ik denk, wat staat hier eigenlijk? Maar ja, dat valt toch gewoon niet op als je dat soort dingen ziet. Ik denk heel soms mee naar school echt mocht, heel jij soms. mocht jij dit? ja heel soms zo ja, ik kreeg het geluk. niet hoor nee, ik moest heel, het doen met niet. Liga Evergreens weet die welke, is ook niet eens goed weet je welke Liga's ik vies vond is dat zijn dat de Evergreens is dat met dat witte erop nee dat is um... milkway nee die gaan milk break is dat. die gaan milk break ah, oké okay. ja die vond ik, break vond ik echt fantastisch moeten we niet eens een keer de, de schoolkoeken gaan raten? in een ja, soort ja, van ja dat is wel uh... leuk ja maar dit is geen schoolkoek hoor dat kan ik je vertellen nee oké maar als je een schoolkoek weet Drop ze in de comments, dan gaan we een uh, hoe heet het een uh, tierlist ervan maken. Een tierlist, ja. De ja. ultieme tierlist. Ja, ik kreeg wel vaak de milk break of the evergreen meer. Ik kreeg oh, wel de sultana, sultana. met appel. Ja, met appel, ja. Ja, super veel suikers zat Je mocht een, ook he? niet een andere, want de appel dat was de gezonde. Ja, oh, dat was bij mij niet zo. Terwijl bij ze hadden die thuis gewoon was die dat te gezonde. Hmm. Terwijl ik altijd alles wilde met chocola. Ja, zoals deze. We nog een klein puntje hebben. We zijn eindelijk begonnen met onze theatershow te, uit te schrijven. Waarom moet je dat nou weer zo zeggen? Alsof Vindt we het leuk. echt vet slecht voorbereid zijn. Nee, maar, nee, helemaal niet. We hadden het idee al, maar we, hebben, we zijn het aan het uitwerken verder. Ja, maar we willen het gewoon luchtig en leuk houden. hebben is een beetje gestrest erover, nee, dus vandaar. Nee, weet je wat het gewoon is? <laughs> we willen het gewoon luchtig en leuk houden. Dat is waar. En niet een heel script ingestudeerd Nee, hebben. maar we moeten wel een outline hebben. en ja, ja. die, die hebben we nu eindelijk af. Het is ook niet negatief, toch? Het is... Ja. Het is, het is, het is Fucking maart, en dat is pas in juni. Ik vind dat best wel een goeie, goeie, ruime voorbereiding. Nou ja, gezien, uh... niet echt. Dus nee. Dit zijn niet, ik, vind ja, ik vind dat dan niet zo'n goede voorbereiding. Maar uiteindelijk... hoezo hadden we een jaar geleden moeten gaan plannen dan of zo? Naar mijn idee heb je zoiets al minimaal alles nee. in kannen en kruiken nee. twee maanden van tevoren. Dat is toch ook zo? Dus ruim twee maanden van tevoren. Alles in kannen en kruiken? Hebben we toch? Hoeft het alleen nog maar uit te maken. Ja. <laughs> Dat wordt hartstikke, hartstikke leuk. En, en mocht je nou denken van. Ik ben alleen maar ik Vertrouw de zaakje niet? Ticket swap? Kun je ja, je ticket we opzetten? We hadden gezien dat er inderdaad mensen via ticketswap gingen verkopen. Ja. vond ik dan wel weer wel grappig. Ja, oh, maar we hebben lullig. nou niet gezien hoeveel um, commissies we erop gegooid Nee, hebben. dat hebben we niet kunnen zien, helaas. Want we wilden wel onze tickets express uh, goedkoop houden, toch? Ja, maar, nee, maar bij Ticket swap is het wel zo dat je volgens mij zoveel uh, maar erop mag uh, gooien. Zoveel procent, volgens mij iets van 5 oh, procent. Oh, maar ik ja. vond het wel lollig. Maar goed. Ik vond het wel een interessant onderwerp om het even over te hebben. Ja, ja en ik denk dat, uh, dat um, uh, elk platform door een fases heen gaat. Ja. Uiteindelijk gaat TikTok waarschijnlijk ook door een fase heen dat alles gelikt eruit moet zien. Nou ja, we dat hebben het niet over Facebook gehad. Dat is <laughs> <laughs> ja, misschien ook wel genoeg. <laughs> ja, misschien even de stofzuiger pakken, toch? Er ligt een laag stof overheen. <laughs> ja, jongens, nou, tot volgende week.